muziekquiz. In deze quiz laat ik 6 fragmenten horen en jullie gaan vertellen welk dier er wordt uitgebeeld door welk instrument. Dus per fragment krijg je 2 antwoorden. Een dier en een instrument. Het eerste fragment. Oké, deze is een beetje om in te komen. Het is een heel oud stukje, ongeveer 300 jaar oud, geschreven door een componist die heel veel bekende liedjes speelde en daar ook variaties op verzon. Luister maar mee. Deze was niet zo moeilijk, hè? Om kans te maken op die supervette Artianse hoodie, deel je je antwoorden op social media met de hashtag #ThuisMetArtianse. Hoe creatiever je inzending, hoe meer kans op die hoodie uiteraard. Je kunt bijvoorbeeld je antwoorden opschrijven of er een mooie tekening bij maken en de foto opsturen. Of je maakt een filmpje en je zingt de antwoorden in. We gaan door met nummer 2. Dit tweede fragment is iets moeilijker. Je hoort nu namelijk niet het geluid dat het dier maakt, maar de componist heeft in dit stukje uitgebeeld welke beweging het dier maakt. Luister maar mee. Fragment nummer 3. Mijn leukste fragment op 1 na. De piano begeleidt dit duet, dus de piano hoef je niet op te schrijven. Maar welk dier wordt er uitgebeeld? Waardoor? Daar komt hij. Luister je mee? Nu is het instrument heel erg laag en dus groot. Het dier dat wordt uitgebeeld zal dus ook waarschijnlijk heel groot zijn. Luisteren jullie mee? Maar je hoort de omgeving waarin dit dier leeft. Het
beste kun je je ogen dicht doen, een duim nemen en even heel goed aan de binnenkant van je ogen kijken welk dier je daar ziet. Daar gaat hij. Social media met de hashtag #ThuisMetArtiJansen. Succes!